Verzamel in 99 uur 99 vrienden en win een citytrip. Ruim 2000 teams deden mee aan deze social media actie van KLM. Vandaag vertrok de winnares met een vliegtuig vol Facebook, Twitter en Hives vrienden naar Berlijn. Er zitten wel allerlei soorten mensen bij. Ook mensen die ik ken, familie, vrienden, zakenrelaties. Er zitten ook wat onbekenden bij, maar het is wel heel bijzonder om dan gewoon met 100 mensen in je eigen vliegtuig, want ik ben de captain, ik heb gewoon een vliegtuig. Hoe zijn jullie hier dan terechtgekomen? Via Twitter. Wij volgen er al jaren op Twitter. Ja. Waarom volgen jullie haar? Ja. Zij is eigenlijk wel een beetje een hit op Twitter, als je het zo kan zeggen. Volgens mij heeft ze iets van 6000 volgers. Nou ja, wij zijn er één van, twee. Ja. Hoe kennen jullie Slijterijmeisje? Ik via haar, volgens mij. Ja? Ja. Ik alleen van Twitter. Hoe is het nou om op reis te gaan met mensen die je eigenlijk niet zo goed kent? Ja, spannend. Ja. Weet je, het schoolreisje gevoel van vroeger. Ja. KLM wil met deze actie haar all-in citytrips voor €99 naar een groot aantal Europese bestemmingen onder de aandacht brengen. Wat vindt u van de actie van KLM? Als je ziet, het respons is natuurlijk super. Dus ik juich het zeker toe, dit soort acties. Ja. KLM is natuurlijk met social media sowieso bezig. Dus het is heel leuk ook om iets te bedenken in het verlengde van de social media. Ga je je schermnaam Slijterijmeisje daar nog waarmaken? Dat is een beetje van getränken, de chef is dat. Heel veel drinken wordt het niet, maar we gaan wel een borrel doen. Het wordt zeker gezellig dus. Het wordt zeker gezellig, met mate.